En je bent weer terug bij UitTV, waar we vlak voor het podium staan van poppodium Doornroosje. Jonathan vertelt je wat je kunt verwachten de komende tijd. We zijn aangekomen bij 16 mei. Bob Wayne. Ja, we hadden net al een afterparty. Nou, nu hebben we een pre-party. Van Kids & Billies. En het Kids & Billies Festival, dat is een jaarlijks festival dit jaar op 14 juni in het Openluchttheater in de Goffert. En dat is een festival wat zich richt op rockabilly, country, bluegrass, een beetje rock'n'roll attitude allemaal. En wie kan daar beter een pre-party voor doen dan Bob Wayne met zijn band. Bob Wayne begon als roadie bij Henk 3, een van de grootste country rock artiesten ter wereld. Inmiddels is hij samen met zijn begeleidingsband The Outlawed Carnies al jaren op tournee om de wereld te bespelen. De muziek van deze muzikale redneck is geïnspireerd door zijn Live on the Road, waar hij dan ook de meeste tijd spendeert. Wayne heeft het in zijn teksten graag over truckers, op eenzame leven op de weg, de vrouwen en natuurlijk de barbecues. Bob Wayne staat garant voor opzwepende alternatieve country, rockabilly, hellbilly en stevige bluegrass. Is een regelrechte aanrader dus voor iedereen met een hart voor rock'n'roll. En van de rock'n'roll naar iets heel anders. Motor Psycho op 27 mei. Persoonlijk favoriet. Het is absoluut een band die al jaren meegaat. Volgens mij zijn ze aan hun 27e levensjaar ondertussen. En in die 27 jaar hebben ze zo bijna alle genres hebben ze wel mee geflirt op hun platen. Dat rangeert echt van hele psychedelische rock tot wat meer de heavy kant. Maar ook best wel experimentele acid invloeden hebben ze in hun platen verwerkt. Ze komen naar Doornroosje en er zit geen support bij. Ze spelen lekker lang, dus ze kunnen mooi uit de hele breedte kunnen ze putten. Het is fijn dat ze nog een keer hier naar het oude pand komen. De uit Trondheim afkomstige band werkt met hoge productiviteit aan een indrukwekkend repertoire. De heren weten het niet alleen spannend voor zichzelf te houden, maar ook voor hun publiek. De muziek kan worden omschreven als psychedelische rock met uit heavy metal, jazz, acid en avant-garde afkomstige elementen. Er is ruimte voor improvisatie en experiment en deze combinatie zorgt ervoor dat Motor Psycho een van de meest avontuurlijke rockbands van de afgelopen 25 jaar is. En dan 4 juni tot slot, Stephanie June. This is feeling lonely, this is feeling empty and sad. There's a hole in my body, a hole in my tummy, even in my head. Stephanie June, haar ster is reizende. Zou zomaar eens het nieuwe Nederlandse indie pop sterretje kunnen worden. Springerige popmuziek met een solide beat en een sterke melodie. Zo is de muziek van singer-songwriter Stephanie June het beste te omschrijven. Geïnspireerd door bands als de Asteroids Galaxy Tour, van wie ze de support voor de afgelopen tour verzorgde. En singer-songwriter Licky Lee maakt Stephanie June muziek die ze zelf omschrijft als animalistic indie pop. Dat doet ze niet onverdienstelijk. Afgelopen jaar stond ze met de single Summer in De Wereld Draait Door. En onlangs heeft 3FM-dj Michel Veenstra de nieuwe single It's in the Whiskey al tot favoriet van de week uitgeroepen. Een mooie voorloper dus voor haar debuutalbum dat eind februari uitkwam. Een afwisselende plaat waarop ze haar talent voor het schrijven van catchy songs tentoonstelt. Naast de radiovriendelijke indie-pop is er dus ook ruimte voor uitstapjes op naar elektronischer en alternatiever geluid. Tot zover de ins en outs van Doornroosje in Nijmegen. Na te lezen op www.doornroosje.nl natuurlijk. Je krijgt van ons nog de laatste biostip en uitgaansnieuwtjes in Uitgelicht.